Big Bill was dit uit Leuven, een nummer uit 1975 alweer. Voilà, vandaag dus het Leuvens hier bij Radio Centraal Babylonië. We hebben het al een paar keren aangekondigd, maar door de coronatoestanden was het een beetje uitgesteld geraakt. Maar het is er eindelijk van gekomen. Wij trekken naar Leuven, of Leuven komt naar ons, of eigenlijk, ja, we zijn eigenlijk digitaal naar elkaar toegekomen. Ik en Ys hadden een gesprek met Florie Vloebergs en Hugo de Haas van de Academie van het Leuvens Dialect. Er zat bij mij trouwens een beetje storing op de lijn, dus ik lief mij daarvoor te verontschuldigen. Goedemiddag iedereen. Voilà, wij hebben vandaag Florie Vloebergs bij ons. En zij zal ons vertellen over het Leuvens. Goedemiddag ook Ys trouwens. Ja. Goedemiddag en welkom mevrouw Florie, mocht ik zeggen. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vertel eens even, u bent de voorzitter van een Leuvense taalbeweging. Ja, ik ben al 17 jaar voorzitter van de Academie van het Leuvens Dialect. En de Academie van het Leuvens Dialect is gesticht in 1990. Een stuk of veer van Kamerode, die wekelijks bijeenkwamen bij Leuvense waardekens ondereen te bespreken en op te schrijven. En daar komen we dan op het gedacht van een vereniging, een sociëteit te stichten over het Leuvense dialect. En direct hadden ze dan al heel veel leden. Na 2-3 maanden hadden ze alweer 180 leden. Oeh. En daarmee begonnen ze dan ook van de gazette benoemd te geven, dus het tijdschriftje, ons leiders, dat verschijnt in de 3 maanden. En dat is nou thuis, nog altijd zo. Nou, met de coronacrisis hebben we de eerste maand nog geen gazette gecreëerd. Maar ja, dat zal nog wel een beetje louter komen dan. Ja, het is natuurlijk niet de moment, niet de tijd om dingen te organiseren en zo. Maar doen jullie eigenlijk in normale tijden, wat doen jullie dan zoal, buiten dan gazetteken uitgeven? De eerste activiteit die we dan deelgenomen hebben, dat hebben we wel niet georganiseerd, moet stad leven, dat is de mis in het Leuvens, in de Sint-Peterskerk. En dat was zondag de 1e maand. Ja, en dan lezen we ook gij in het Leuvens. En ik geloof dat dat het beste was, en het eerste van deze jaar, maar dan ook het beste, want er nu kwam de lockdown, hè. En dus dat hebben we nog gehad, de mis in het Leuvens. Maar we doen ook 1 keer per jaar een jaarlijks banket. En dat noemt de chef-oot. De chef-oot scheppen we uit met al onze beste kleren en schoonste diner. En daar is altijd zo'n 135 leden die door inschrijven. En dan ging dat dus, dat gaat ook altijd, hè, de 2e zondag van maart. Ah. Dus dat was de 18e maart, ja, maart. En de 11e en de 12e waren we nog de tovenschreed ontschikken, wie dat bij zit en wat. Oh. En ja, de vrijdag, de 13e, moesten we allemaal afzeggen. We hebben ook direct allemaal terugbetaald. En het feestgoed dat we om de tretuur hebben gezegd, after, of hij volgend jaar, want volgend jaar doen we dezelfde diner terug, onze chef-oot. Maar wat dat keuken, dat was, 300 tonnen was aan de bij in Ramassette. En dat worden ingepakt, geplekt met nummertjes, een nummerken in een omslag gestoken in de envelop. Ja, en dat stond tegen reeds en dat stond allemaal op morgen zonder. Dat is bij volgend jaar. En daar ga ik jullie niet meer vanaf. Van dan een dombola, klote. Dat is voor volgend jaar dan. Ja, dat is weer de eerste jaar. Dat is iedere 3e zondag van maart, dus onze chef-oot. Mm-hmm. Ja, wat doen we dan nog? Ja, deze weekend staat in feite erg goed geweest. Dat kon ik niet. En toen hadden we ook mee de mannen van Tjol. De jaartaller van Leiders en dan aan ik statuus van Leiden gestoen en de overruikers verteld over de nacht, want het thema was dit jaar de nacht. De nacht. Ja, na doen we in augustus een voyage met een autocar, maar we weten nog altijd niet of dat gewoon mij gedijgen of niet, dat weten we nog niet.
Doen we nog geen inschrijven bij, want dat ging na, in volgende buksje verschuilen. Maar ja, we moeten afwachten of dat partij goed ik geloof van Mimo, ik weet het niet. Wat hebben we nog als activiteit? Ja, dus de bedoeling is van het leiders te promoten, zowel met vrijstellingen of bukken, ons bukken dan moet geven. Als er braderies zijn, dan stonden we ook met een stand van leiden te mogen en ons bukken te verkopen. En in november, samen, half november, een heel stiekje in het leiders spelen. Maar de theater van Leiden loopt dan altijd bum bum vol. Dat komt van 100 man eigenlijk. Goed aan mij gedijgen, zo'n activiteit van 300 man, dat weten we ook niet. In ieder geval, we beginnen te repeteren, ze raad dat mag. Is bij november, die is Jordi, dan is het ook bij volgend jaar. Ja. Ah ja, voilà. En wat hebben we nog? Ja, we zijn ook lid van Variaties, hè. Kinderdag Variaties. Nee. Dat is de overkoepelende organisatie van al de Vlaamse dialecten. We zijn societaten. Die doen niet boos zijn, ja, die doen geen lid van zijn, ja, dat doen dan niet van de deugde. Maar Variaties, dat organiseren een Vlaamse dialectendag. En dat organiseren ook nog zo van alles. En daar zijn we dus ook lid van, want we hebben dat zelfs mee gesticht. Wat dat nog, ik moet zeggen, we hebben ook als mascot Papetonen. En dat posterken, dat stoel in de Brusselse stroot in Leiden. De nuk van de Dalen, Papetonen. Dat is een nar, met een bultenier. Dat een heer geleefd in de middeleeuwen. En dat was in feite een bastoot. Want dat was de zuin van de pasteur van Sint-Peterskerk. Maar was wel een nar, dus een clown, die alle lijven eerst jaren bijtnam en schoon vertellingsjes vertelde. En met te lachen, met de minste te entertainen en zeker bij het amuseren. Dus, hè. En door mij en mijn duinen als mascot verpakt. Is dat mij daar straks nog een interessante vraag doorgespeeld, waar ik zelf eigenlijk nog niet aan gedacht had. Maar wat betekent de naam Leuven eigenlijk? Komt dat ergens vandaan? Dat komt van loven. Loven. De heer Loven, of wat? Nee. L-O met twee puntjes op. En ven. Dat is van moeras. En van, ja... Wout, Lo en Ven, ja. Dus die was een hele vruchtbare grond in Leiden. Ja. Schrijf, ja. Dat woord Lo komt wel veel voor in plaatsnamen. Ja. Dus die Leuk komt eigenlijk van Lo. Ja, Lo. Ah, ja. Dat is okay. Van bos en Ven, moeras. Ja. Ja, vruchtbare grond, hè. En door mij is inderdaad, zijn zeker... bouwien wonen en hebben ze stad gesticht omdat hij veel commerçanten bouwien konden. Hè? De Joorzangers waren dit, met een nummer getiteld Up, Stoot Up. Zijn er schakeringen, platleuvens en een soort verkavelingsleuvens, ja. Zullen we maar zeggen? Ja. Dus Gesselo en Wilselen, Everlee en zo, dat worden vroeger de deelgemeentes van Leuven. Dat is met autonome gemeentes en dat is er ook Groot Leuven gekomen. Hè. En die hebben ze wel, dat ik een andere dialect zag na niet zijn, maar uitspraak. Moet je in Leiden zelf, hè? Al de parochies, er zijn zoveel parochies, ieder parochie in een andere uitspraak of intonatie, en een ander dialect. Ik ja. Van de Papatenparochie van, en dat is Sint-Jacob. Dat is in het pitteke van Leiden. De diepste plaats in Leiden is de Brusselse Stroot. Dus in Sint-Jacobsparochie. En daar ben ik geboren, in de Brusselse Stroot. Toen was nog, hè. Dat was nog in de tijd dat men niet in de materniteit geboren is. En zijn er grote verschillen tussen die parochies dan? Want ik weet dat fenomeen, dat ken je wel. Ik weet dat in Antwerpen het geval was en in Brussel ook. En in Leuven dan blijkbaar ook. Zijn dat grote verschillen? Ja, toch. Want ook zo het zangerig... Dus dat je een beetje zangerig zo spreekt, hè. Dan heb je ook nog de Bergmeesterstroot. Dat is wel het platste dialect van Leiden. Maar dat kan ik niet te goed noemen. En wat is nu echt heel... Ik bedoel, als u nu spreekt met iemand van wie u weet dat die dat dialect niet verstaat, dan spreekt u een soort ABN, neem ik aan. Maar er is toch een accent. Wat is dan dat accent? Wat is nu typisch Leuvens zo? Zelfs als een Leuvense mens algemeen Nederlands spreekt, wat is er typisch?
Ah ja, dus de hash wordt nooit uitgesproken. Ah nee, dat is bij ons ook niet. Nee. Ja. Hoe komt hooi anders heb ik gezien. Ik zal doorgeven aan Hugo Daat. Hè. Ah ja, oké. Okay. Bent u meer de linguist misschien? Ja. In Leuven hebben de verschillende parochies, zoals Florie al gezegd heeft. En als een Leivenaar algemeen Nederlands spreekt, in onze lexicon bijvoorbeeld gode de dingen, de hash niet vinden, want dan spreken ze in Leiven toch niet uit. Ah nee, dat is misschien algemeen Brabants dan. Want ja, bij ons is dat ook niet. Ik weet niet van we dat gaan zijn. Antwerpen. Van? Van de stad, van Antwerpen. Ah ja. Ja, maar, ja de rest is parkingen. Ja. Nee, maar als we al zeggen in het algemeen Nederlands, hij heeft het hoogste doel bereikt. Dan zeg ik, hij heeft het hoogste doel bereikt. Dus, ja, dat is bij ons ook. Ik denk dat dat vrij algemeen in Vlaanderen wel het geval is. Behalve misschien in Limburg. Ja. In Limburg ga je veel meer die H horen, maar het is inderdaad... Ja, het is gelijk dat mijn moeder die was van het Oost-Vlaamse, van Meren, en die spraken van de school. School? Ah ja. En met schoenen. En met schoenen. Ja. Dus elke tolie is zijn eigen dingen. Ja. Maar wat Florie nog niet gezegd heeft, dus wij hebben dus een lexicon uitgegeven. Lexicon uitgegeven, in opvolging van de eerste Leuvense woordenboek, het dictionair van het Leuvens, die Willy Welkes geschreven is. En dan zijn er vijf leden van onze societaten die het over volgen opgemokt hebben, dus de lexicon. En daarin is redelijk in nieuwe opdrogen verdeeld geweest, ook via boekenwinkels in Leuvense en op onze standen. Als we dus met onze stand ergens stonden op een bladerie of zo, of op een map, dan trachten we dat ook te verkopen. Weet je? Mm-hmm. En dus door mij zijn we al altijd nog bezig om het Leuvense te promoten. Trouwens, ik vind het mag niet verdwijnen. Hè. Ik heb gezegd binnen de societaat dat we samen met een voorbeeld nemen van Gent. In Gent hebben ze een kinderkuur opgericht en daar zingen Gentse liedjes in dialect. En dat is eigenlijk een heel goed middel bij om de jonge kinderen terug dialect te leren. Hè. Ze moeten dat ook niet te pas en te onpas gebruiken, maar het is toch plezant als je nou bijvoorbeeld een mopkind vertellen in je eigen strijktool. Dat klinkt schoender als dat je dat niet in Nederlands hebt. Dat heeft altijd meer kleur in een dialect, meer warmte. Ja. Want ik heb dat is een echte Leuvense mop, maar je kunt dat ook alle dialecten proberen. Dat is, in Leuven zijn ze, je kunt Big Bill is dus een Leivenier, een kinde Leivenier. En dan besluiten van met een kameroot naar Amerika te gaan. En draadogen, feit dat ze moeten vertrekken, zie je beeld tegen zijn kameroot. Jong, Marcelleke, ik kan niet mee gaan, want ik ben ziek geworden en ik moet naar de kliniek. Ja, maar zie je Marcelleke, wat kan ik dan gaan doen? Ik spreek je in Engels. Ja, maar zie je die beeld, als je troeg lijven spreekt, hè, dan verstond ze door. Jongen, zie het hem gewoon gerust, je zult dat wel zien. Marcelleke vertrekt dan toch naar Amerika, dan komt in New York en Alanto, de JFK, en Agobate, de lichthaven, en hij doet een taxi stoppen. En wat zegt hij dan een taxichauffeur? Meneer, zie het hem. Kinderen gaan maar nu het Best Western Hotel vieren in Manhattan. En dan de chauffeur dan vertrekt bij hem. Hè. En bij mij, dan een chauffeur die, meneer zie je het, van waar zouden gaan? Wel zie je Marcelleke,
Ik ben van Leuven, zie je het? Ja, zie je het dan, een chauffeur? Ik ben een kikuk van Leuven. Allee, zie je, Marcelleke. Wij wat spreken willen dan in het zwijgen, maar kan er. Ah ja. Dus dat is een lijf. Ze moet nog niet op welke opwerp komen. Voilà. Een dialectmop. Ja. Ja, ja. Dus, ik wil maar zeggen dat het lijf niet mag verdwijnen. En ik weet niet dat je... Allee, je zult dan zeker kennen. Fred Brouwers. Hè? Dus de man van Clara. Dus dat is een ras echte lijven hier. En dan spreekt zeer, zeer schuwe lijvers. Heel schuwe lijvers. En we willen me onlangs en we willen een middag georganiseerd. En dat was met Hugo Simons, die vroeger op de sportdienst van de VRT gewerkt hier. En dan later wat de VTM is gegaan. En Fred Brouwers. En Fred Brouwers, die had een repertoire gebracht van Leivense liedjes. Met zijn pianist. En Hugo, dan heb je de vervolg gebruikt op de machtige reservoir dat de vroeger gespeeld heeft met René Gijzer. En dat was allemaal in het Leivense. En dat was ongelooflijk succes. Er worden 600 toeschouwers in de minnepaar. En ja, we moeten zeggen dat Fred prachtig Leivense spreekt. En dat er toch ook een heel schoon algemeen Nederlands spreekt, want anders mij de niet doen, maar dat gaat het als perfect Nederlands. En dat is wat ik wilde zeggen, dat de minste pazen, ja, ik moet tegen mijn kinderen algemeen Nederlands spreken, want anders gewoon, moet de meeste avers spreken zo slecht algemeen Nederlands, dat ze de kinderen slecht Nederlands leren. En dat ze dan ook je dialect niet meer spreken. Ze spreken dan geen een van de tweede meer te goed. Ze zijn beter gewoon dialect tegen de kinderen spreken thuis. En de kinderen in schuil laten algemeen Nederlands leren. Dat zou veel beter zijn. Ik denk dat... Het fenomeen van de tussentalen. Dat is al, ja, dat is het verkavelings-Nederlands, moeten we zeggen. Hè? Ja, daar is al serieus wat studiewerk naar verricht en zo. Dat is inderdaad... Je had vroeger inderdaad zo die tegenstelling tussen dialect en standaardtaal, maar dat was eigenlijk geen tegenstelling. Elk had zo zijn plaats. Ja. Je sprak thuis plat dialect en dan op school of op werk, naar gelang je werk, sprak je dan algemeen Nederlands. En dat functioneerde altijd heel goed. En dan kwam dat die tussentaal. En die tussentaal is eigenlijk een grotere bedreiging voor dialecten dan het algemeen Nederlands. Ja, tuurlijk. Dat is, want tussentaal wordt ook thuis gesproken en dat is het grote probleem. Ja. En dat is een fenomeen dat je dan in Leuven ook waarschijnlijk wel zal hebben. Ja, tuurlijk. En dat is een fenomeen dat je in dat soaps uurt, hoe dat thuis dat tussentoon spreken, hè. Dat is het VTM Vlaams eigenlijk. Voilà, voilà. Ja. Ja, je pakt er verder uit met de boom. Inderdaad. Voilà. Ja, ik loop er... Trouwens, Wat voor de vak je hebt gedicht geweest? Ik weet het, wat ben je nog in het proberen. Mevrouw wil ook nog wel wat vragen. Leuven is toch echt wel een studentenstad, hè? Ja. Pik je de studenten dat zo'n beetje op, dat accent? Of langs een andere kant, is het Leuvens eigenlijk ook beïnvloed doordat er zoveel verschillende dialecten aankomen daar? En vroeger hadden ook dan ook de Franse afdeling. Ja. Ja, maar het is zo dat in Leuven de studenten toch eigenlijk een aparte groep worden. Hè. Daarmee dus weinig, dat is een, ik zal zeggen, niet geïntegreerd in de Leivense cultuur, zal ik zeggen. Hè. Want ja, plus het probleem is ook, veel oud-studenten die in Leuven gestudeerd hebben, dat blijven nu ook hangen en daar spreken uiteraard geen leiders. Die gaan dat ook niet leren dan, Antalya. Als je het op langere termijn ergens woont. Ja, maar er zijn al veel kinderen die ingebuigd zijn, die niet meer spreken. Dus dat is het spottige van de zoek. Hè. We zijn ook gestart met lessen in het Leivens te geven. Hè. We hebben verleden jaren met me 5 lessen gegeven in het Leivens, in Stadloos. En blijkbaar moet dat een succes zijn, want er zijn nog veel mensen die proberen bij dat terug het negentje op te pakken en er terug mee te beginnen. Natuurlijk, volgens mij, de
ik heb naar Cameroen en dan is schuilmeester in Duitsland. En dan is verplicht van 6 uren per week in de strijktoon les te geven. Ah ja? Ja, ah, ja. Ja, dat is iets dat ik ook niet wist, maar blijkbaar zijn ze door een stap verder. En ik denk, en ik paas, als we de kinderen terug willen dialect onleren, dat dat via de schuil gaat. Dus volgens mij, dat is de beste kanaal wij daar kinderen te bereiken. Mm. En ik zei het met Zankuier, dat ik eens in Gent, hè, hoe dat de kinderen dus echt plat Gentse leken zingen. En een kind vergeet dat niet, hè, als ze de lozen verbuigen, dat weet veel meer, veel groter als volwassen mensen. Gewoon dat veel langer meedrogen. En dat wouden misschien in hele toon gebruiken, in hele doge toon. Hè. Maar u hebt het nu over kinderen en u hebt het over liedjes. En ik heb zo de indruk dat het zo wat meer folkloristische dingen zijn. Maar in de jeugd bestaat er zoiets als een rapgroep in het Leuvens dialect. Want ik denk dat dat jonge mensen meer zou aanspreken. Modernere muziek in het Leuvens, bestaat dat? Ja, maar we weten niet. In Aarschot, dus op buurstad, is dat wel. We hebben door Kia, hè, Krapul in actie. Dus daar hebben we een beetje, laten we zeggen, nationaal een beetje werklang gekregen. Maar in Leuven zelf, de enige die Leuven, het Leuven is gepromoot heeft, dat is Big Bill geweest, hè, met zijn leekjes over Daan Met en over de Stoossen en de Frietkuiten en zo. Dat is de enige, maar voor de rest zijn er weinigen die laten we zeggen, het kunnen... brengen, dat ze nationaal uitgezonden worden of zo. Hè? Mm-hmm. Hè? En dingen die onze veilige burgemeester, Loeto Bak, daar spreekt ook heel mooi Leuvens. Dus, en dat is ook iemand die geweldig supporter is voor onze vereniging, die trouwens nog mee aan de weg stond van de oprichting van het Leuvens dialect. Hè? Ja. Van de papaten. Ja, zeg, wat zit je ook op aan de patatenparoffen? Van mooi paroffen. Ja. Dus, wat, ja. Dat zijn, lakas, door zo'n programma geweest, ik herinner me nog, wel eens dat jong, maar in mijn tijd hadden de Vlaamse televisie, een programma, waar dat 5 provincies, dat ging dan over de provincie toren, hè. En dat was Antwerpen, dat werd vertegenwoordigd bij het manneke, de Jeff Cassiers. Limburg werd vertegenwoordigd bij Jules Schouzen, West-Vlaanderen bij Willem Wustenauer en Gent, ik denk dat er mij de koning was. En toen is er een programma geweest dat al die mensen die de provincie vertegenwoordigden, een strijktool mochten komen promoten. En ja, dus moesten de tv of de radio dat nog niet doen, dat ze bekende mensen en doodspreken. Dat zou volgens mij toch ook een heel goede stimulans zijn bij jonge mensen om het ook misschien te proberen. Hè. Mm-hmm. Het is, ja, zeg maar. En nu we hebben het over radio. Er is in, ja, er nee, is in... we hebben het over gewoon radio en tv. Dus, ja. Maar ik wou iets vragen over radio, want Radio Centraal, onze radio, is één van de 2 laatste niet-commerciële lokale radio's in Vlaanderen. En de tweede is Radio Scorpio in Leuven. Ja, ja. Hebben jullie daar contact mee? Hebben die programma's? Of zouden jullie dat willen doen? Een programma maken in het Leuvens of zo? In het verleden is dat wel geweest. Ah, ja? Ja. Dat was mijn Radio Signaal nog. Want en daar mensen, er was onder andere Jan de Wijngaard bij. Ik weet nog niet wie allemaal. Maar, en daar mensen zijn na terug bij hier ontkomen en daar dus wel de intense van terug het Leuvens door ook te promoten. Dus dat zou, maar dat is nog geen vaststaand fout, dus dat is nog allemaal in ik zou zeggen, met de coronacrisis, dat allemaal een beetje in de achtergrond kroop, maar dat is wel de bedoeling, wij dan de radio terug op te starten. Ook niet commercieel. Hè. Dus... Ah, maar echt een eigen radio? Want ik dacht dat jullie misschien een programma zouden kunnen maken op Radio Scorpio.
Ja, dat hebben ze nog niet voorgesteld. Nu, want in verleden is dat geweest met radiosignaal. Ja, want dat is natuurlijk, als je een eigen radiostation moet runnen, dat is wel heel veel werk natuurlijk. Dat is iets anders dan dat je eens één keer per week een uurlijke programma maakt. Hè? Nee, dat doen we niet. Hè. We gewoon, nee. Als we dat zouden doen, zal dat de bracht zijn van de radio. Hè. Dus we willen zelf gaan geen station oprichten. Nee. Oké. Okay. Want we waren er nu ook met een academie, we mogen we nu ook filmpjes in het Leuven, de voetbalvereniging OHL in Leuven. Hè. Dus daar mensen hebben gevraagd op de website. Elke keer als er een wedstrijd is, een match is, het zou thuis van een paar woorden te verkloren in het Leuven. Dus zouden zeggen, voilà, het Leuven zwaait van deze match is dat en dat. En voilà, behalve door dan een syndroom. En dan werd de website gepubliceerd. Dat doen we na. En op de website spreken Florrie en ik een beurten dat woorden. Dus daar zit het dan vervat in een volledige zin of meerdere zinnen. En dat werd dan op de website gezet. Hè. Zie je het? Het is natuurlijk naast, want we worden nog niet zo lang mee bezig, want dat is stilgevallen bij de coronacrisis. Hè, maar anders, de bedoeling was dat tot het einde van het seizoen te doen en dat zal terug hernamen worden. Als uiterlijk de crisis voorbij is en als de voetbal terug mag beginnen. Hè. En, zie je het? Maar ja. Je kunt dat vinden als je naar de website gaat, HHL, zul je het wel zien in een van de rubrieken. Je moet het vinden. Het wuit van een dag is in tets. Dat wil zij op tijd zijn, hè? Zodag spelen we toos de beslissende match. Zeg dat je in tets zat, want nog hoeveel begangen is zijn, hè, mannen? En vergeet niet van alle schoenste bagagen om te doen, hè? U zei dat straks dat er een lexicon is uitgebracht. En ik denk dat Florrie iets zei van boeken die worden uitgegeven. Dat Leuvens, dat wordt dan ook neergeschreven. Hebben jullie dan zo een eigen spellingssysteem en zo? Wel ja, de spelling is pas ongepast, want ja, een tool verandert altijd. Hè. Een tool is... Ja, maar dat zal ook niet elk jaar zijn natuurlijk. Nee, maar nee. We hebben na in de leste lexicon, en we willen dus de nieuwe spelling neergeschreven. En dat verschilt toch al een beetje van de eerste dictionaire van het Leuvense. Door we de meer trema's gebruikt en de voetstrijden, de fonetische uitspraak beter kunnen. Maar ik wie heeft die spelling dan? Wie heeft het eigenlijk op papier gezet dan? Iemand heeft zich daarmee bezig gehad met het onderzoeken en. Nee, dat zijn vijf leden van onze vereniging die dat gedaan hebben, dames. En dat is ook de eerste dictionaire van het Leuvens dan een... Dan is de Willy Welkes uitgesteld, maar na hebben ze dus in opvolging van dan, ik zou hem ook laten zien. Dus dat is de... Wacht, hè. Dat is de eerste dictionaire. Ja. En dictionaire van het Leuvens. Je kunt het eigenlijk zelfs gewoon zo lezen. Ja. En dat is dus Willy Welkes heeft dan geschreven. En dat is dus wetenschappelijk onderbouwd. Dat is niet zomaar met een natte vinger. Dat is en omdat dan de uitspraak, de fonetische uitspraken wat veranderd, allerlei de schrijfwijze. En dat is dus deze gemaakt. Hè. En het zijn die boeken die daarna, als we een stand hebben, die we dan verkopen. En je hebt er nog één, dus dat is ook de sappige lijven hier. Dat zijn ook verholen in het Leuvens. En dan hebben we ook nog een ding uitgegeven, een cd. Ik weet misschien dat Andy Bruijs, iets van gespeeld. Er stond ook een paar gedichten op, want ik weet niet dat je die gekend hebt, André van de Put.
dan had in Leuven op ROB had dan een rubriek Kameroot Camera. En Van Breij was dus ook een autoriteit in het Leuven. En dan heeft dus veel stukken geschreven, veel toneelstukken en revues. En dan heeft hij ook dat CD gemaakt, dat ik al net die vroeger, die heeft een scheurgewichtje gemaakt, het Schoutbergsje. In Leuven en Klaas Trotje, dat gaat van de Paransproef naar de Grote, naar de AMR. En door werd vroeger veel de behoefte gedaan bij de studenten en bij de dingen. En door is een scheurgewichtje over gemaakt. En ik weet niet, ik heb me die tekst, moet ik er eens even stijllezen. Doe maar, ja. Het Schoutbergsje. Als je het nog niet moest weten, leer je leven in het Sint-Petersgebied. Door wit, menige stond gescheiden tussen licht en donker, als niemand het ziet. Door lagen wel onder te frenten, zwette, rosse, broon of blond. Zowel van vraven als van venten, alleen. Ik kan altijd wat uit een minste komen. Ze lag er door iene te stinken, slecht gemolen en helemaal klam. Ik daar wedde van je pinkje dat hem uit de vis was klam. Van wie dat geen tanden in je. Van de boten moet zijn eten ongeknabbeld uitschorten. Dan lag door een andere in een hoekje. Het was precies een kraamhoekje. Gewoon gedrukt en niet een schuurstrontje. Dan kwam zeker uit een Ifra erkantje. Allee, als u een speciale odeur, dat dan maak je een gemok zo'n deinend retteur. We lachen er ook ene hoe dat beter zou van zwagen, want je zult er na de zesde kinderen van krijgen. Het was een west zo dik als met een arm. Al duurde nog, al was nog warm. Ik zei in mijn eigen dat is geen van de stad, maar dat komt zeker uit mijn beurzengap. Een beetje verder lag er door nog een sproot, het schuldig veil op ik schuiver voor. De donne die dat had gescheiden, was zeker niet blauw, want dan van mij is de schoot er aan. Enfin, ik sta naar mijn ophaven, want zelfs begint de gallen die nog te spalen. Maar een goede rood wil ik al toch nog meijeren. Wie als je nog eens moest passeren in leven, als je door van tot onverwachts hier eens zult moeten placeren, dan zou ik al gerust het Schoutbergsje recommanderen. Dus, okay. Dat heeft er dus, ja, dat heeft ook zijn geschiedenis, hè. Ik kan alle Florie nog een keer geven. Dat kan misschien nog, dat is een langer, maar dan kan ik meer doen, hè. Ja, dat heb ik niet meer geven. Maar dus, ik neem meer nog wat proberen, hè. Ja, dat Schoutbergsje, dat is ook in de Damet. Dus dat is van Damet naar de Paraastrood. En in Damet was het nog altijd vrijdags openbare markt. Hè. En in een tijd, 100 of 120 jaar geleden, als de vrouwen dan naar de Met gingen bij haren te verkopen en buiten, en ze moesten naar het gemak gaan, dan gingen ze gewoon dat Schoutbergsje genaamd en met zorg was zo klaar niet namelijk. Dat is in het water met Schoutbergsje genaamd. En dan moest je dat gewoon in een rokkenweug hebben. En dat in de hoofd dus door mij dat strakke Schoutbergsje. Maar ja, dat hem dood gemokt is, dat is van André van de Put, hè, dat gedicht. Hè. Ja, dat is een beetje folklore weer meer. Zeg, nog een vraagje. Ik zie dat jullie een Facebookpagina hebben. Wie beheert die? Iedere dag is er iemand die daar een woord van de dag... Ja, Facebook, ja. Woud van de dag. En wie doet dat? Woud van de dag. Eddie Bruers. Ah ja, maar nee. Zeg, die doet dat echt iedere dag. En blijkbaar loopt die heel het lexicon af, want momenteel zijn jullie bij de K, zie ik. Ja. Gisteren was het klaneren en vandaag is het klappeken. Dus jullie gaan helemaal van A naar Z. Heel het woordenboek af, iedere dag een woord. Ah ja, dat is toch wel een engagement, omdat iedere dag... En soms staan er ook andere dingen, een gedichtje of een grap of zoiets. Ja, dat zijn die broers die dat doet. Ik zie hier een foto, Oile Blare in ons kot. Ja. Toepassend. Ja. Wat we ook nog doen, dat zijn wandelingen organiseren en wandelingen in leven. En dan is dat ook in het leven,
Maar ook bij de plaan, uksjes en parkjes, die niet gekind zijn, blijven te laten kinderen om de minstens jaar. Daar zijn er eens en ik naar nog nu niet geweest. Enzovoort. En dus, dat is een wandeling, dat samen in juni ook doen, maar ik weet niet of dat daar zo van komen. Dat is de plaan, parkjes van Leiden te laten zien. Mm-hmm. En niet dat dat eigenlijk, wat dat we nou ook hebben in Leiden, dat is de strootnomen. Kragen, de noom, in Leiden, zeg, onder de noom. Ja. Ja, dat klopt, ja, dat heb ik ook al. Onder de noom, in het ABN, stoter, hè. Een plakje in Kleives. En daar zijn ze nou mee bezig, want eerst was ze allemaal in het centrum, meestal. Maar na zijn ze door mee bezig en wij al de stroten zitten een evennoom te geven. Er is ook een woordvolge van Kleivese strootnomen, planen en waken. Dat is ook een boek dat we alle woord schrijven. En bijvoorbeeld in Leiden, de schoonste noem dat ik vind, dat is Twerke. Dat is een hogeschoolplein. Ik weet niet of je dat kent, het hogeschoolplein in Leiden. En dan noemen ze het Twerke. En dat is omdat er vroeger een stroot was. De minste er was ook pedagogie bij studentinnen. En dan noemden ze het werken. De minste paasde dat ze dat het werken noemden. Omdat de eerste studentinnen nogal slordig waren. En hun kop niet goed. Het werken uithangen. Het werken uithangen. Maar dat is het niet. Want het kwam van een stroot die door net dat plan is. En daar woonde een baron, een heer van Leiden, en dat noemde Porpus. Porpus. Achteraan bij Oog, Varken. En door van hij zo'n oom gekomen. Het moet zijn dat ik je leiders vertel, want de Griekse zijn daar. Dat je leed ons van dat zeiden ze. Maar dus door. En man een bompa, 100 jaar geleden, op dat plan, grootste menij. En dan noemden ze Cercle Louvaniste, want in dalen tijd was blijven nog alle Frans en alle Flons. Allee, misschien is wel meer Frans bij de commerçanten en de studenten, de Wallische studenten die dus nog worden. Dat café noemde Cercle Louvaniste. En dat was een gewoon café, maar daarbuiten was een heel grote zool, waar dat ze al toneel konden repeteren. Maar een bompa, dan was waar al de toneelkringen die gesticht werden in de tijd, al was er al waar, en alle man kwam door in dat café repeteren. En dus voor mij, dat waren ook nog altijd in de familie, wij toneelspelen, en dat ik dus bij onze Leidse nachten een toneelstik in Leidens schrijf, nou ook nog regisseur, en dat is allemaal het deel van de Leidse nachten een. En het eerste deel is een quiz in Pleins. En dan nemen de prominenten van Leiden, nemen de oom mee, de online quiz. En Louis Tobak zit er altijd bij in. En dan het beste, dan werden, dat zijn twee leugen tegen elkaar. De volk kikt doorheen, mag mij reuken als ze dan het uitwijten. En dan het beste werd er wordt gerekend weet dat de meeste punten niet, hè? Dat is Louis Tobak tegen de deken van Sint-Peter. Dus de sossen tegen de CVP, allee, ja. De katholiek. Tegen de deken, ja. En dat is altijd wel plezant en het luisteren bij het volk. En nu de pauze is dan ons toneelstuk in Pleins. Mm. Dus dat is ook voor over een tijd om terug te hervatten pas dan. In november, ja. Als we mee, ik weet het niet, anders is het volgend jaar november. Dan blijven de jaar in de Schaproola. De Schaproola, ons volgende toneelstuk is. Het blijven is een laag in Schaproola. Ja, maar dat is gebaseerd op het toneelstuk Het Witte Broodslijk. En dan nemen we wel een laag in Schaproola.
En mijn leuk, een paar jaar geleden, dat is zeker 10 jaar geleden, een keer een stuk van Molière in Kleivens gesteld. Aha. En ja, dat was met kostuums en zo, hè. En in het Frans noemde dat stuk Les Précieuses Ridicules van Molière. En waarom dat vertelt? In Kleivens de schetere chatkonte. Les Précieuses Ridicules, dat zijn zo'n bekken van de twee vrouwen, allee, met een dikke nek. En die pazen dat ze het zijn en die niks en deun enzovoorts. Hè. En die, een schetkonte, ja, een schatkonte. En dus, voilà, de scheiteren, dat zijn dan de rappen. Nou, die rap willen een rake vent onder de oog slopen. Dat was wel een beetje moeilijk, hè. Een stuk van Molière in blijven te vertolen. Maar het was toch uit. Het was toch uit. Ah ja, en dus, 4 of 5 jaar geleden was er in Leuven een tentoonstelling van Vesalius. Hier in Leuven was door mij bezig van... wandelingen, herdenking van Vesalius, die in Leiden gestudeerd en zo, en een tentoonstelling in het museum M. En ja, dat was van 100 jaar geleden. En ik heb er dan toneelstuk over geschreven, over Vesalius, in 10 taferelen. Dat begon van als een klaan was al dat er mee in Leiden. Dus er was wel een wijnbare fantasie, maar de grote trekken van het toneelstuk was, de voorraad, was een levensverhaal, hè. En dat was in samenwerking met de Universiteit van Leiden. Wie hoort er nooit, was er een dan namen toch dat kostuum dan, dus we gingen daar uren in Scherpenijden, de kostuums, hè. Maar twee uur ter nood, dat worden ze dus om het ooit verkopen. Het kostte evenveel bij ze te kopen als bij te eren. Dus al dat kostuum zou hangen in je baden in mijn zolder, hè. Wie hoort er nu, was er de tentoonstelling van Thomas More terug in blijven. Utopia, terug hetzelfde, een grote tentoonstelling, veel wandelingen rond dat onderwerp. En waarom dan Thomas More gespeeld, ook in verschillende toverdelen. En door mij kostte ons kostuums nog allemaal een keer terug onder. En dat deed altijd heel veel volk naar theater gebracht, hè. Er was altijd allee, toch 500 man in te lopen, als we toneel spelen. Ja. Dan heb ik een beetje gestuft, hè? Dan ben je de rood knipper. Dat hoeft niet, dat hoeft niet. Oké. Okay. Wacht, we zijn al 3 kwartier bezig nu. Is ja, dat jij is... nog... Nee, zeker niet. En er moet nog muziek tussendoor, hè? Dus je gaat sowieso wel moeten knippen, hè? We hebben ons vragen wel gesteld, denk ik, hè? Ik denk het wel, ja. Zullen we de link naar de academie nog wel op de site, op Facebook zetten? Ja, dat is alleen een websitepagina. Een Facebookpagina. Ik weet niet of dat jullie nog iets willen vertellen of zeggen. Of, Ik wil dat genoeg vertellen. We moeten er maar het onnozelste uitknippen. Hè? Of wat daar... dat zullen we uitzenden. Al de fouten dat we gezegd hebben, mogen we gestuurd knippen. We zullen niet kwaad zijn als het maar een kwartier duurt. Nee, dat zal zeker niet. We hebben een heel uur... We draaien nog wel van muziek. Maar Big Bill, hè? Big Bill, dat is een... Ja, die gaat ook al wel even mee, hè. Dat is van de jaren 70. Ja, dat is begonnen. Dat was de bekendste leider hier. Allee dan, bedankt. Goed, fijne dag nog. Oké, jullie ook bedankt. Ja. Prullen ook. En dan voilà. Het vallig, hè. Ja, en jullie ook, hè. Jullie ook. Tot ziens, of tot wederhoren. Ja, oké. Dag. Voilà, dit was het Leuvens op Radio Centraal. Ik wil nog de mensen van de Academie van het Leuvens Dialect eens bedanken. Flori Vloebergs en Hugo de Haas. En ook Eddie Breurs. En natuurlijk ook collega Ies. Die heeft voor onze volgende uitzending trouwens ook weer iets speciaals gepland rond Latijn en Grieks. En dan bedoel ik het Oud-Grieks, dat blijkbaar vandaag toch nog altijd gebruikt wordt. Ik ben heel benieuwd. Om af te sluiten nog een laatste keer in het Leuvens. De naam is al een paar keer gevallen en we zijn deze uitzending ook met een nummer van hem begonnen. Big Bill, misschien wel de grootste Leuvense rocker.